Hoi, Robin hier en welkom bij alweer de laatste aflevering van Robin's Mol Talk. Ja, de mol is René en wist ik dit? Ja, ik had wel gedurende het seizoen wel mijn twijfels en zelfs bij de laatste aflevering had ik ook nog mijn twijfels of René dit zou zijn. Zoals eerder gezegd was René ook de merel van dit seizoen met een klein vleugje Jan Versteeg erbij. En ook in dit seizoen van Robin's Mol Talk zaten we goed en ik ben er ook zeker heel erg blij mee. In ieder geval was dit voor mij weer een leuk seizoen om mee te mogen doen en om dit met jullie te delen. En ik kijk ook absoluut uit naar het volgende seizoen van Wie is de Mol. En het is alleen nog niet bekend wanneer dit gaat worden, wat natuurlijk ook wel logisch is. Maar sowieso heb ik er weer zin in om dat ook dan weer te gaan volgen. Maar voordat het zover is, gaan we natuurlijk deze aflevering nabespreken. En ja, er zijn zoveel momenten en dingen en gedachten die ik heb. Ja, laten we dan maar gewoon gaan beginnen met de bekendmaking van de Mol. Vanwege de omstandigheden was het ook dit jaar weer anders dan normaal. Gelukkig werd het wel live uitgezonden vanaf de plek waar ook het seizoen eigenlijk is gestart. Maar goed, de mol is natuurlijk René. Het overgrote deel van de molloten wist natuurlijk dat zij het was. Maar toch blijft het altijd spannend. Oh. Yeah. Ik ben de mol. Vervolgens is Rocky de winnend finalist. En dat is nog het meest bizarre, zeker als Charlotte en Rocky allebei 37 van de 40 vragen goed hebben. En er letterlijk maar 21 seconden verschil in zat in het voordeel van Rocky. En hoe close kan het dus zijn? Nou ja, zo close dus in ieder geval. Houd jullie eventjes vast, jullie twee. Want alleen nee. Rocky was 21 seconden sneller. Oh, en natuurlijk helaas is Charlotte de verliezend finalist. Maar ja, dat wisten we vorige aflevering al. Maar ze heeft het meer dan uitstekend gedaan dit seizoen. En dan is het tijd voor de welbekende molacties. Te beginnen nog zelfs voordat de eerste opdracht begon van dit seizoen. Ik ben de mol. Het was namelijk de bekendmaking. En dit was natuurlijk wel heel erg gedurfd. En het is goed dat ze het vanuit regie natuurlijk het geluid hebben aangepast. Ja, dan gaan we gelijk al door naar opdracht 1 van aflevering 1. En dit was voor mij ook wel logisch iets toen Rick dit zei. Dit refereert namelijk naar de titel van aflevering 5, genaamd Tot 3 tellen. En zoals ik zei, klopten ze 3 keer op de deur. En waren er nog op een aantal momenten gedurende de afleveringen waar ze alles 3 keer deed. En dat was haar kenmerk. Maar wat ik ook wel vreemd vond ook tijdens deze opdracht, en daar blijf ik bij, is dat de kandidaten niet wisten dat een joker niet onder de deur door kon. Iets waar ik persoonlijk zelf niet bij kan. Maar goed, op dat moment denk ik als je in het spel zit, sta je er ook niet helemaal bij stil. En natuurlijk wisten we ook wat er met de envelop bedoeld werd, wat in aflevering 9 dus werd gezegd. En dat is ook eigenlijk al wat we al hadden gedacht. Nou ja, en de tekst op de envelop kon natuurlijk zichtbaar gemaakt worden door het vuur te houden onder de citroensap welke op de envelop was geschreven. En daar vandaan werd gerefereerd naar aflevering 8, liedje nummer 3. En dat was het nummer Lady in Red. En René had dus elke aflevering wel iets verroods aan dan schoenen, een trui, een vest, of, nou ja, noem het maar op. En ik heb het eigenlijk bewust ook niet meegenomen, omdat het 9 van 10 keer een voor de hand liggend iets is. En ik wilde er ook geen aandacht aan besteden. Ja, had ik dat nou maar wel gedaan, want dan hadden we het gelijk al geweten dat zij dat had kunnen zijn. Ja, en dan de opdracht van de ballerina's in aflevering 2. Ja, en ook dat heb ik genoemd tijdens Robin's Mol Talk, waar ze een Jan Versteeg deed, zoals het zelf zei. Ik moest denken aan een truc van oud-mol Jan Versteeg. Wat deed hij nou? Hij kreeg informatie, dat ging hij herhalen. Toen ging hij daar een fout inbrengen. Dus hij ging eigenlijk de goede informatie veranderen in foute informatie. En dat bleef hij herhalen. Dit soort momenten zijn hele kleine momenten die je niet doorhebt als je natuurlijk aan het spelen bent. En dit zijn hele delicate dingen. Dat als je het niet goed aanpakt, dan weten ze gelijk dat jij de mol bent. Maar ze heeft het zo gedaan dat de kandidaten hierin meegingen. En dat was natuurlijk wel een heel positief iets. Ja, en dan gaan we door naar de opdracht meeliften. Vier landen begint met een N van Nico. Nederland, Nicaragua, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Namibië, Noord-Korea. Eitje toch? Deze opdracht, ja, daar moest ik eigenlijk toch wel lachen toen ik de video zag van de dingen die René allemaal heeft gedaan. Ze wist hier dus eigenlijk alle antwoorden. Maar ja, gaf iedere keer maar 1 of 2. Waardoor er eigenlijk dus geen geld in de pot kwam. Want je kreeg dus 50 euro per volledig
goed aangevulde vraag. Ja, het is heel netjes gedaan. Ook heel subtiel. Want tijdens de opdracht werd vooral Joshua heel erg sterk verdacht gemaakt dat hij hier aan mollen was. Maar hij wist dus hier echt oprecht niks. En ik heb hier echt vol verbazing naar zitten kijken hoe ze dit heeft uitgevoerd. Dit getuigde ook echt gewoon van heel veel lef. En letterlijk en figuurlijk onder de neus van de kandidaten kleding omwisselen. Dingen weer naar beneden halen. En ook zoveel goede kledingstukken ook weer terug naar beneden halen. En doen alsof ze vast zaten. Ik heb 7, 8, 9. Okay, maar wat zou er gebeuren als de kledingstukken in de lockers niet de juiste waren? Oh, dat mol zijn. Dat gaat me niet in de klauwe kleren zitten. Ik doe dat gewoon niet. Ik heb deze opdracht ook besproken, maar dat was meer vanwege een andere reden. Namelijk dat zij een verspreking maakte met een van de kluisnummers. En ja, ik vond het eigenlijk, als ik dit zo terugzie, is dan deze opdracht vond ik echt nog wel de leukste opdracht om te zien. Zeker omdat ze hier echt gewoon dingen deed die je ook echt niet zou verwachten, ook gewoon niet als kandidaat zijnde. In ieder geval heel erg goed. En dan gaan we door naar de opdracht waar ze de jokerkaart moesten maken. En dit was op zich ook best wel een overduidelijk moment van haar dat ze aan het mollen was. Aangezien Splinter en Rocky heel goed hun best hadden gedaan. En Charlotte, ja, die is uiteindelijk afgevallen. En een hoop andere mensen die ook YouTube-video's van Wie is de Mol maakten. Die kwamen hier ook al mee terug dat in dit verhaal dat René of Splinter gemold zou hebben. Nou ja, en dat is dus erg onwaarschijnlijk aangezien Splinter en Rocky allebei natuurlijk heel erg goed zaten. Dus dan blijft René eigenlijk automatisch over. En natuurlijk zijn er ook nog veel meer momenten geweest tijdens de afleveringen. En de overige fragmenten hiervan, ja, daar verwijs ik je gewoon naar de website van Wie is de Mol. Want daar staan meer extra momenten. En ook dingen die ik niet heb besproken die wel gedurende de aflevering te zien was. Want dit was in ieder geval voor mij iets wat ik gewoon graag wilde laten zien. En ik hier ook wel een mening over had. En als we het daarover hebben, dan zijn we ook alweer aangekomen bij de afsluiting van deze aflevering. En het seizoen van Rob is Mol Talk. Ik vond het ook echt wel een heel leuk seizoen om te zien. En het enige wat jammer was, en ik was niet de enige die hetzelfde probleem had, is dat er heel veel alles of niets opdrachten waren. Als je dus één fout had, kon er geen geld in de pot gebracht worden. En ik hoop dan ook echt dat het volgend seizoen gewoon een stuk beter gaat worden dan dat het nu is. Ja, en dan automatisch is eigenlijk René nu de koploper met het laagste bedrag ooit. En is dat fair? Ja, want ze heeft gewoon ook zelf niet heel veel voor hoeven doen. Maar aan de andere kant had ik ook gewoon wel wat meer molacties willen zien. Dat ze echt daadwerkelijk de moeite voor moest doen. Maar nu ik de dingen terug heb gezien van de molacties tijdens de finale aflevering van Wie is de Mol, moet ik wel zeggen dat ze veel meer lef heeft gehad dan dat er daadwerkelijk in beeld is gebracht. En natuurlijk hebben we ook weer wat geleerd van Tsjechië. En als ik heel eerlijk ben, van wat ik heb gezien, zou ik ook heel graag Tsjechië willen bezoeken. Want het zijn ook hele mooie plekken en hele mooie locaties die ze hebben gezien. Dus hopelijk, als alles weer wat beter gaat in de wereld, dan kunnen wij dat ook weer eens gaan bezoeken en wellicht dat ik daar ook een video van ga maken. Ja, en wat ik ook al eerder heb gezegd tijdens mijn eerdere video's. Ik wil iedereen bedanken die mijn video's heeft bekeken, heeft gereageerd op mijn video's. En natuurlijk geabonneerd zijn op mijn kanaal. Dit heeft voor mij ook dit seizoen weer heel veel betekend. En ja, tot die tijd dat er een nieuw seizoen is van Wie is de Mol, zal ik uiteraard andere video's uploaden. En ja, als je die wil zien, vergeet dan niet deze video te liken en natuurlijk ook te abonneren en het belletje aan te zetten als je bent geabonneerd. Want dan krijg je een berichtje binnen wanneer ik nieuwe video's heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.